Als je klapbankjes vervoert op een aanhangwagen, ben je er als bestuurder verantwoordelijk voor dat alles goed vastzit. Maar wanneer er dan toch iets omvalt en je dit bij een bushalte snel maar halfslachtig weer vastzet, kan dat gevaar opleveren voor andere weggebruikers. En die laksheid komt deze bestuurder nu duur te staan, zoals ze zien in Ridderkerk op de Rotterdamse weg. Sofjante, Dani en Evert zagen op de andere weghelft een auto met aanhanger stilstaan. En wat was het dan? Ja, een aanhangwagen met van die klapbankjes. Die stond daar. De beste kans dat hij dacht van, oh, misschien dat ik even moet controleren of het wel goed staat. Ik zet hem er even naast, dan kunnen we even kijken. Ik denk dat die mails niet vastleggen. Nee, maar dat snap ik niet, want die ene spanband hangt gewoon los. Nee, dit is een lange spanband. Ja. Hij heeft hem gewoon achter het team opwond, gewoon opgebonden. Zullen we hem gelijk hier neerzetten? Ja. Omdat de lading nog steeds niet goed vastzit, spreken ze de bestuurder aan. Hoi. Ja, mijn stapeltje is omgevallen. Nee, niet. Even vastbinden. Ik zag hem net omvallen. Ja, nou, dat was al. Ja. Want wij zijn speciaal voor u gekeerd. Echt? Ja. Nou, je hebt wel twee spanbanden bij. Waarom zit je dan niet goed vast? Precies. Kijk, dit is vastnaam. Nee, dat klopt. Dus, want ik stopte daar op die busparkeerplaats om te kijken of dat die omviel. En in die bocht, zeg maar, daar is die omgevallen. Ja, maar waarom zet je het dan niet vast als je toch stilstaat? Ja, ik stond op die bus. Ja, maar je stond stil. Je stond stil, dan had ik het even weer vastgelegd. Klopt. Want nu ga je rijden. Dus terwijl, ik sta daar en ik ga hem hier weer vastbinden. Want daarnet, toen ik stopte, toen zat deze hier nog omheen zo. Toen zat hij zo. Dus ik denk, ze kunnen er niet afglijden. En ik stond bij die bussen daar geparkeerd. En ik wilde hier stoppen om ze weer terug te stapelen. Maar je zegt, ze kunnen er niet afglijden? Ja, zo wel, ja. Als je hard als jij, hebt, ja, als je hard maar hebt, dat gebeurt. Ja. Dit noemen ze het kabeltje voor de losbreekremrichting. Ja. Nou, we hebben een hele mooie musketon hier aan zitten. Ja. Die hebben ze ervoor gemaakt, hè? Ja, 9 van de 10 keer zit hij eraan, maar ja, nou, een keer niet, hè? Hij is uw rijbewijs bij u, meneer. Op precies het goede moment. U krijgt van ons in ieder geval een bekeuring voor dat de lading niet goed vast zit. Dan geven we hier een waarschuwing voor. Ja. En uiteraard moet de man nog wel even de tijd nemen om zijn klapbanken stevig vast te zetten. Binnen een aantal weken ontvangt u accept giro. De officier van justitie bepaalt het bedrag. Dat wordt niet gegeven. Als u het om wat voor reden dan ook niet mee eens bent, kunt u een bezwaar. En op de accept giro staat hoe en waarom. Hoeveel is het dan, het bedrag? Ja, dat zei ik niet. Ja, dat zou ik echt niet weten. Dat gaat de officier. Dat weet je wel. Nee, kijk maar. Kun je laten zien? Nou, je hebt toch wel meer van die print uitgedeeld. Ja, maar moet je zeggen dat je weet. Er staat een sterretje. Nee, maar dan krijgen jullie toch wel iedere welke cursus krijgen jullie toch hoeveel dat het is. Nee, echt niet. Ja, je moet nee zeggen van je. Nee, echt niet. Nee, dat heeft daar niks mee te maken. Als ik het nu op internet zoek, dan kan ik het toch ook vinden. Nou, zoek op internet. Ja. Hier zo staat het in ieder geval. Het is nodig om hier een boete voor te geven. Ja, ja. Want als ik er als motorrijder achter zit en u maakt een noodstop, dan komt dat ding op de grond. En daarnaast, u krijgt ook nog een waarschuwing omdat die aanhangwagen niet goed vast zit. Ja, oké. Kijk, hoeveel is dat dan? Geef me daar een print voor dan, als dat 19 is. We staan hier op de markt om te onderhandelen. We kijken ook naar de gevaarssetting. En het is absoluut niet onze bedoeling om het wel over uw neus te halen, maar wel om een signaal af te geven. En daarnaast, u heeft daar de mogelijkheid gehad, maar u heeft ervoor gekozen om door te rijden. Als ik daar stilsta en ik blijf daar staan en er komt een bus aan. Maar hoeveel tijd heeft dit nou gekost om het vast te zetten? Nou ja, een minuutje of 4, hè. Nou, goed. Dus het is kiezen tussen twee kwalers. Okay. Ja. Nou, als u het er niet mee eens bent, kunt u een bezwaar. En op de accept giro staat hoe en waar u dat naartoe kan. Okay. Ja. Ja, bedankt voor de medewerking. Met de lading veilig vastgezet, een waarschuwing voor de losbreekreminrichting en een forse boete in het vooruitzicht mag de man zijn weg vervolgen.